Die zit niet, hè? Ja. Ja. Ja, zit niet. Jongens, het is een hele leuke dag. Want zometeen worden de eettafel en stoelen afgeleverd. En we hebben nu de hele week zonder gezeten. Maar ik ben wel heel blij en ik ben vooral benieuwd hoe groot die tafel is in dit huis. Want in een kringloop, dat is dan zo'n hele grote zaal, leek het klein. Sydney heeft vanochtend gelopen achter de loopwagentje voor het eerst. We hadden hem het eigenlijk tegen de muur gezet, zodat ze niet kon vallen. Maar nu dacht ik opeens, hé, misschien is ze eraan toe. Goed zo. Goed zo. Goed zo, Sydney. Oh, een klein topje. Good girl. Head in the air. Yay. 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 Just here is great, guys. Okay. Super nice of you to bring it in. Deze was van Alet. Echt? Ja, die had ze nog. Wat lief. Wat leuk om jullie te ontmoeten. Dit kleine geestje kwam tegen net nadat jullie weg waren. Veel plezier. Oh, een gouden lijst waarschijnlijk, want die spaar ik. Oh, she knows myself. Hè? Perfect. Oh, hey, ja, cool. Heel hartelijk bedankt voor mij. Yeah. Hey, succes met de bezorging, hè? Hey, dankjewel. Doei. Twee geweldige lijst met zo'n terrazzo print. Hey, what do you think of the size of this table in this house? Oh. That was my big question. I think it's bigger than what I thought it would feel. Yeah. And don't forget that the kringloop is so huge, everything looks small, right? And she can't bump her head on a corner. Nee. Oh yeah, none of the corners. Wat een beauty. Die poot is toch het design aspect. En dan die ronde kant. En dan zijn deze hoekjes ook rond. Ja, en ik hou zelf dus heel erg van tafels die tegen de wand kunnen. En dat kan met ronde tafels natuurlijk moeilijker. Stoelen waren €12,50 per stuk en de tafel €34,95. Dankjewel Alet voor het helpen. Kijk, deze vaas van Vest is heel modern. Dus misschien frist dat het nog verder op. Ja, maar te kil. Dit plantje kan ook mooi zijn. Ik begin met deze. Dit bakje ook. Eigenlijk ook één hoog ding. Dat je hier die hoogte een beetje gaat benaderen. Heb je lekker geslapen, Sydney? Kom. Heb je lekker geslapen? Ja. Goed slaapkopje ben jij, hoor. Hello. Hey, monkey. Deze zes dingetjes heb ik dus van Rented, van Grey Label, mogen gebruiken. Die heeft Sydney niet gedragen. Die gaan nu weer terug, want het is te klein. Dus ze gaat nu naar de volgende maat. Het goede nieuws. We hebben ook weer 6 nieuwe dingen ontvangen. Ze zit nu van 9 tot 12 maanden. Ja, dit is een van hun nieuwe kleuren, geloof ik. Mellow Yellow. Kijk eens. Wat een leuke zomerse kleur. En hebben ze een broekje en een shortsleeve romper. Want ik dacht, ik kan een mooie set doen. Heel lief streepje. En ja, die pasvorm en die kwaliteit, wat ik al zei, is geweldig. Nog een shortsleeve rompertje. Een short. Near to black heet deze kleur. Een short. En een hoodie. Geweldig. Echt een stoere kleur. En het is ook heel cool bij elkaar. Yellow met zwart. Wat een perfect broekje.
Ik ga naar Enschede, Thriftville. Ze hebben daar 200 kilo verse vintage binnengekregen. Yes, ik ben er. Hallo. Good morning. Je hebt heel mooi nieuw haar. Mullet. Mullet, zeg ik. Mullet, maar ik weet het niet hoor. Oh, het zit echt nog in balen. Ja. Ik zei net thuis, het is wel opgehangen, maar niet gestoomd. Ik ben alweer verliefd op iets. Maar die wil zij zelf meenemen. Even kijken hoe die staat. Dat mag altijd. Oh, dit staat mij ook goed. Ik zat eerst gekeken hoe die Saskia staat. Oh, heb je hem aangezien? Nee. Ja, maar daarom ruilen Saskia en ik ook vaak kleding. We gaan even in overleg hier. Lekker deze ruimte, hè? Ja. Het voelde echt even alsof ik weer collega's had. En ik mag nu eindelijk gaan beginnen. Hier ga ik nu induiken. Niek zegt al, kijk naar de kleuren wat erin zit. Ja, dat is zo. En het is zomers, hè? Oh, dit is katoen, denk ik. Ja. Oké, dus ik ga alles selecteren hieruit wat ik graag in mijn shop wil. Op Thriftville. Ontzettend. Als ik dit zou passen, zou ik het direct aantrekken. Dat is dan toch weer fluo. Dus ik ben nog niet helemaal overheen. Oh, wow. Ik zeg net, oh, fluo, blauw, maar bij dit zou ik toch weer zo'n kleur wel weer mooi vinden. Oh, wat heerlijk dit. En ik dacht dat ik klaar was met Lurex. Nee hoor, helemaal niet klaar. Oh, en een popcorn. Noem je dat popcorn? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Wauw, dit is voor die klokkenkleider. Ja, misschien is dit te carnavalesk, maar goed, we kunnen hier lookjes gaan. Flatleetjes gaan we maken. Ik zal even een voorbeeld inplakken waar ik de inspiratie vandaan had. Dat is te mooi, toch? Bij elkaar zijn, omdat die roze erin terugkomen en dat groen. Dan kan deze blouse over die sweat op de foto. Ja, Saskia zegt net deze popcorn, maar die vind ik helemaal leuk, maar die heeft dus een familie. Heeft ook dat ingeperste structuur. Deze ook, die hoort er dus ook bij. Hoe mooi. Een blazertje in een soort voile. Voile, Saskia? Voile? Ja. Heet dat voile als het niet katoen is? Ik ben er ook niet zo bekend mee eigenlijk. Oh, ik ook niet. Zolang als wij leefden, niet in de mode. Nee. Hij heeft hier niks mee te maken gehad, maar hij gaat wel in de selectie. Dit is ook een gouden. Een goed rek. Wat ik gewoon leuk vind. Hoor je mij nog, Saskia? Nee. Oh, nee. Ja, dus deze gaat dan in die eco-vibe. Dit is ook leuk voor mijn flatlays. The queen of the popcorns. Heel we mooi. Hebben nu al vijf. Waarom noem je dat dan popcorn? Want het, ja, deze lijkt echt op een popcorn. Daarom is het. Eigenlijk is dat weer iets anders, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Het is wel de familie van. Ja. Oh, wauw. Ze lijkt wel Dries van Noten. Ja, heel vet. Ik voelde het alsof ik aan jouw baby's nu zit. Ja, die jij nog niet hebt kunnen beschermen. Wat een mooie kleur. Prachtig. Kijk, deze popcorn gaat niet door. Vind ik geen mooie kleur. Nee, ook te oud. Een beetje strenge vrouw. Ja, maar voor een paar jaar zijn die kleuren wel weer hip. Maar nu... Ja. Nee, nu is de haatkleur zwart met een contrast. Ja. He, met een felle kleur. Ja, nog mee eens. Houden we niet van. Dus volgend jaar kunnen jullie dat gewoon verwachten in de collectie. Kijk, dit is wat ik net zei op beeld. Wat ik heel leuk vind is shortsleeve blazers en zo. En geklede tops. Mm-hmm. Die dan, dat je die dus aan kan met je short. En toch netjes uitziet. En dit is ook zo'n zomerblazer. Ja. Gewoon naar je werk kan of whatever. Eigenlijk een blazer shirt. Want het is qua silhouet met zo'n taille en zo bijna een blazer en schoudervulling. Maar het is een shirt. Kijk, dit bedoel ik met zwart met een felle kleur, wat ik dus niet modisch vind. Maar... Het is een beetje klaar. Ja. Het is wel de jaren 70. Kijken. Ja. Oh, wauw. Wat een schatje. Oh, ja. Is dat... Beetje gotisch. Ja, dat. Gotiek, vampierenlijn. I'm feeling it. Ja, deze is een beetje gothic. Ja. Ik denk gothic dat het hot wordt. Yeah. En dan met dit. Yeah. Hoe heet die band? Without Temptation, nee. Okay. Ja, of and Temptation. Within Temptation. Ja. Die stijl een beetje. Dit is allemaal nieuw. En,
Dus daar ga ik nu doorheen. Ik zie dus als eerste die puntkraag, denk ik, oh, jaren 70. Dan kijk ik naar het dessin, klopt, materiaal klopt, pasvorm klopt. Dus daarop gebaseerd. En dan het label, ja. En nog een jaren 70 voorbeeld, puntkraag, bruin, geel, patroon, knopen, fit, met zo'n omgeslagen mouwtje. Dit shirt is denk ik jaren 80, omdat die knopen bekleed zijn. En in de jaren 90 hadden ze juist weer meer gouden knopen. Dus neckline, die harde kleuren bij elkaar. Hè, de pasvorm, jaren 80. Maar hij gaat niet in de selectie. Sorry. Het materiaal heeft stand, viscose en polyester. En dan is het zo'n leuk uitgewerkt ding. Waar je gewoon direct blij van wordt. Zelfde inkoop als normaal. Heb je dit ook gezien? Daar moet ik nog. Maar vol. Er wordt te veel verkocht. Moet je kijken, gewoon 25 meter verkocht. Ja, dat is lekker. Ik vind dat leuk om te zien, maar jij wordt altijd bang van dat je niet genoeg hebt, toch? Ja, maar we hebben net gisteren berekend dat we nog genoeg hebben. Oké, gelukkig niet. Het is heel leuke handel, want het zijn allemaal weer andere dingen dan de vorige keer. Vorige keer was heel erg jurken, nu veel meer shirts. Wat is dat dan? Nieuwe verzendmanier, zakje. Mooi! Maar laat hem zien. Ze hebben nu een duurzame verpakking. Ja, wij hadden ook gerecycled plastic. Ja, gerecycled plastic is ook goed, maar dit ziet er heel mooi uit. Ja, hè? Prachtig. Vonden we zelf ook. Ja. Maar moet jij niet eerst in het broodje eten? Waarom? Hoe laat is het dan? Ja, het is eten steeds. Nee. En Lindsay heeft het allemaal klaar en voorbereid. Oh, dan gaan we dat eerst doen. Ik wil dan altijd door, omdat ik er dan pas net ben. Het is al 12:30. Jeetje, wat gaat het snel? Kijk jongens, wat. Oh, dat is de slowcooker. Kijk, speciaal voor Niek, want die houdt vooral van mijn eetitems in mijn vlogs. Dit is slow-cooked chicken, maar hij is dat nu ook zelf aan het eten, dus dit is dan minder leuk als verrassing. Want je hebt het al ik gezien. Ik weet nou wat er ja. komt, hè? Ik zal zorgen dat er deze vlog nog iets in zit, ja? Oh, dit vind ik een heel mooi detail. Die broekspijp is afgerond. Multicolor dessin. En dan discharge, hè? Dus de basiskleur is donker. En dan met lichter daaroverheen print is heel lastig. Om dat dan fris te krijgen. Dus waarschijnlijk is het dan eerst gebleekt. Zodat dat geel mooi pakt. Ik denk dat dat wel moest om dit zo fris te krijgen. Het is discharge, denk ik. Maar deze hoort weer in de jaren 70 categorie. Dan heb ik weer zo'n blazer blouse dingetje met korte mouwen. Dit staat ook bij alles leuk, denk ik. Ja. Ik ga nu flatlace bedenken, dus dat betekent dat ik allemaal outfitjes of lookjes of styles bij elkaar ga leggen die cool zijn, ter inspiratie. En ik ga de looks bedenken die ik zelf aan ga doen. Kijk, deze outfit heb ik gemaakt voor de looks hier, maar ik ben er nu eigenlijk helemaal weg van. En dit heeft dus een Hawaii print met een jacquard. Dit worden allemaal flatlace pictures, die kunnen jullie nu ook in beeld zien. Misschien sommigen en dit ook allemaal als outfitjes. Drie outfits ga ik aandoen. We zijn op de locatie voor de shoot. Dit is echt het mooiste gebouw wat ik in tijden heb gezien. Kijk. Vorm, hè? Dat ronde. We hebben de selectie. Het was een hele bevalling, maar we hebben heel veel rokken en shirts, sportbroeken, een paar zomerjassen, zelfs een winterjas en heel veel blousjes. Echt ontzettend veel leuke keuze. Een paar sweats ook nog. Wit en heel licht grijs. Zijde shirt met een heel licht streepje. Jaren 70 vibe. Allemaal mooie gedestineerde blouses en veel van die blazer blouses. Deze is ook heel cool. Leuk voor een zomerfeestje, voor een festival. Helemaal niet. Geweven t-shirt. Heel veel leuke blouses. Oké jongens, het gaat hier maar door. Heel erg leuk. En het staat nu in de shop. Uitladen nog in een stukje film. Ja, we hebben de deal is rond. Nee, ik zei ik moet met Niek en Sanne rond de tafel of we dit gaan doen. Maar we gaan de closet sale hier doen. Online.
Ja. Ja. Maar daar waren we laatst. En ze zegt van, oh, een van die terrasjes zit Rozemarijn zo graag. Ja, hè? Met het Chinese tempeltje, toch? Verder, ja, dat is wel de straat, maar het is verderop, ja. Ja, nee, ik hou van de zeedijk. Kijk, 8 vuilniszakken met kleding gaat erover. Nee, nee. Speciaal voor Niek, de vegan kapsalon. Dus van de vegan junkfood bar. Daar had ik opeens heel erg zin in. En ik vind dit dus lekkerder dan een echte kapsalon. En dat zeg ik niet heel snel over vegan eten. Goedemorgen. Kijk, deze outfit heb ik gevonden omdat ik mijn kast ging uitmesten. Nog nooit aangehad. Heel leuk dat het zo'n coördinate is. Soms moet ik een paar dagen wachten voordat ik de try-on kan opnemen. En hoe langer dat duurt, hoe meer ik voel van ik wil nu die kleding passen die ik heb meegenomen bij Thrifttail. En ze hebben mij ook gevraagd hoe ik denk over gratis retourneren, want het is een heel erg lastig verhaal. Het kost hun geld, maar je levert daarmee wel service. En uiteindelijk hebben ze besloten dat vanaf nu is al het retourneren gratis. En jullie krijgen 15% korting met Roos 15. Link staat in de beschrijving. Ik begin even met iets lastigs. Ik zag een pak wat herstelwerk nodig heeft. Heel mooie, zware satijn. Katoen satijn. Satijn is het type weving, waardoor er diagonale lijnen ontstaan en dus glans. Maar dat kan met katoen, dat kan met polyester. Een soort clownsmodel. En daarvan is het elastiek helemaal losgegaan. Dus hier loopt een tunnel. En dan deze top erbij. Ik denk ook weer door iemand zelf gemaakt. Misschien wil mijn moeder wel een keer komen met een goede naaimachine. En dat we dan al die do-it-yourselfs even gaan doen. Kijk. Die broek gaat hier helemaal goed. En zie je hoe mooi die print is? En het zit lekker omdat het katoen is, hè? Kijk, die driehoekzakjes hier. Dit moet wel wat taaien. Oké, volgende, want ik heb heel veel bruin en een ruit. Hele fijne open geweven katoen. En met een heel leuk kraagje. Lijkt ook wel weer door iemand zelf gemaakt. Ja, zeker. Hebben ze hier zo'n zigzag stitch gebruikt, maar een enig dingetje. Moutje. Hier heb ik ook heel erg zin in. Ik zoek natuurlijk al langer naar de juiste polo. Aangekleden van een polo, maar dan wat super sportieve van die Adidas strepen. Dus dit zou ik dan denk ik met een rok zien. Ik heb een hele mooie rok gevonden. Ja, het is geplooid. Hier lopen elastieke stiksels die dat aanrimpelen. En dan is die dus naar de onderkant toe wat groter gerimpeld. Ik vind deze combinatie heel cool. Ik heb dus ook nog een jasje bij. Ik noem het een shirt. Want er staat Shirt Company. Is viscose en zijde. Nou, mooier wordt het niet. Hier zit hij perfect. Mouwen zijn best wel breder aangezet. Het is wel een kopschouder, maar hier loopt wel een naad over het midden. Hoe zit dit? Wat is dit allemaal? Ik heb dit halve jasje nog niet bekeken. Hè? Ik had zo'n haast. Het jasje gaat hoog dicht. En hier kan je het dus nog aansnoeren. Heel degelijk zo, helemaal van hooggesloten, lange mouwen, lange rok. Altijd heel indrukwekkend als stijl. Het is een beetje een gek ding, want het kan ook nu bij zo'n Ibiza shop hangen. Maar het kan ook heel gaaf zijn om bijvoorbeeld een onderlaag te kunnen doen met zo'n jasje eroverheen. Het is eigenlijk toch wel een heel mooi ding. Door die kopschoudertjes is het eigenlijk weer zo'n blazertje. Kijk, dit is niet goed. Kan ik gewoon omrollen en 2 bartekjes geven, dan zit het gewoon vast. Oké, grappig ding. Dit lijkt op een mannenshirt wat is afgeknipt en omgezoomd. Dat is een grappig top. Dit moet een plekje krijgen ergens een keer in een outfit. Kijk, Richie is hier ook.
Mooi. Of gaat naar mijn zus. Ik denk dat mijn zus dit heel mooi vindt. Of boven hing die. Hoe zag ik dit dingetje hier hangen? Een roosje gemaakt van dezelfde stof. En die zit hier met een veiligheidsspeldje aan. En toen kwam ik thuis en toen zat ik te kijken van, hey, is dat nou zijde of niet? Toen wilde ik het label zoeken. En wat zag ik? Escada. En die hebben altijd geweldige shirts. Die hebben echt die hele periode gedomineerd met silk shirts met descents. Ja? Ja. Dankjewel, Liebert. De knoopsluiting zit hier dus inderdaad achter. Dit is denk ik het mooiste met mijn haar vast. Dan doen we hier dus die mooie neckline. En hier dus die bloem die ik even moet opfluffen, zodat die hier goed zit. Verder hier die schoudervulletjes. Is toch wel mooi, hè? Je ziet gewoon dat dit een kwaliteitsding is. Die mouwinzet is ook diep, dus met zijde zweet je wel snel. Als in, je ziet het snel. En dat valt hier dus mee, want het zit dus niet in mijn oksel. Dit dingetje, ook zo'n gek dingetje, valt een beetje in de eco-categorie. Is viscose met linnen. Zou dus echt niet weten wie dit droeg en wanneer. Dit dingetje gaat een keer van pas komen. Dat je een outfit hebt, nog net iets mist. En dat je denkt, oh ja, ik heb dat hele korte blouseje. En dan het item waar ik al het meeste zin had om gisteren aan te trekken. Maar dat kon natuurlijk niet, want ik moest het nog laten zien. Deze, mooi met die opgestikte banen op de mouwen. Ik vind dit een hele goede set. Ik krijg de leukste berichten van wat jullie allemaal hebben gevonden bij Thrifttale. Dus ik hoop dat jullie ook weer wat moois kunnen vinden. En vergeet niet dat je ook 15% korting krijgt met Roos15. Heel leuk dat jullie hebben gekeken en ik zie jullie heel graag de volgende keer. Doei!